Mona Keizer zat bij Op1 en sloopte daar de linkse deugneuzen van de NPO volledig. Laten we kijken. Wat de NPO op dit moment ook aan het doen is met de talkshows. Ik vind het onbegrijpelijk dat je met wat er in de hand is in Nederland en met zo'n verkiezingsuitslag elke avond een linkse talkshow neerzet. En dan ook nog eens om 7 uur Eva Jinek. Waar toch ook wel vaak een bepaalde sfeer is. Dit is volgens mij een beetje ongemakkelijk. Ja, dat snap ik. En wat zij zegt, klopt. Want terwijl ontzettend veel Nederlanders geen huis meer kunnen vinden, terwijl de asielzoekers maar blijven binnenstromen en blijven zorgen voor overlast, en terwijl miljoenen Nederlanders hebben gestemd op de PVV, op Omtzigt, op BBB, op FVD en op SGP, zitten ze bij de NPO elke dag linkse praatprogrammatjes te maken. Betaald van ons